Op TikTok zie je veel filmpjes voorbij komen waarbij mensen hun rijkdom showen. Een bekende trend is deze. Het doel is dus om te laten zien dat jij, of iemand anders, welvarend is zonder het daadwerkelijk te vertellen. En in deze video laat ik je de top 10 meest bizarre dingen zien die voorbij kwamen. Voordat ik je iets vertel over de nummer 10, moet je even beseffen hoe rijk een gemiddelde Nederlander is. De Nederlander verdient gemiddeld 36.000 euro per jaar. En een gezin geeft gemiddeld 3700 euro per jaar uit aan vakanties. De mensen uit dit lijstje pakweg een miljoen. Geef even een like en dan vertel ik je hoe de rijken hun inkomen spenderen. Nummer 10. Au pair. Een au pair is een oppas die bij het oppasgezin thuis woont. Tegenwoordig is het ook vaak het geval dat deze persoon iemand uit een ander land is. De au pair krijgt naast een woonruimte in hetzelfde huis ook nog vaak een kleine vergoeding. Hoe duur een au pair precies is, hangt volledig af van de situatie. Maar wat over het algemeen geldt is dat zo'n oppas allerlei onvoorziene kosten met zich meebrengt. Zo moet je in Nederland bijvoorbeeld zijn aangesloten bij een vereniging van au pairs, wat al inschrijfgeld kost, die ook nog eens de hele woonsituatie analyseren en daarbij flink wat kosten in rekening brengen. Zo kom je, in het geval van Nederland, uit op maandelijkse kosten van 760 euro per maand. Maar let op, voordat dit hele traject begint moet je al bijna 3000 euro hebben neergelegd om zo'n oppas in huis te nemen. Nummer 9. Centurion kaart. De Centurion kaart, a.k.a. de Black Card, is een betaalkaart van de American Express. Het lijkt op het principe van een creditcard, maar is net even anders. Daarbij komt de symbolische waarde van deze pas, vanwege een legende uit de jaren 80. Toen stond deze kaart bekend als betaalmiddel zonder limiet, die alleen de allerrijksten zich konden permitteren. Maar is dat wel echt zo? Laten we de kosten eens op een rijtje zetten. Allereerst kom je niet zomaar aan deze kaart. Je kunt hem enkel op uitnodiging krijgen. Ten tweede betaal je ieder jaar 3000 euro om de kaart in bezit te hebben. Ook moet je een jaarlijks inkomen hebben van minstens 180.000 euro en een uitgavenpatroon van minimaal 500.000 per jaar. Ja, in dat geval zijn de kosten van deze kaart natuurlijk maar een schijntje. In Nederland wordt het aantal personen met zo'n kaart geschat op zo'n 1400. Nummer 8. Kidnapverzekering. Van zorg tot een kapotte fiets, tegenwoordig kun je alle financiële schade dekken met een verzekering. Zo is er ook de kidnapverzekering. Deze dekt de financiële gevolgen van een kidnap, ontvoering of gijzeling. Want ja, rijke mensen lopen nou eenmaal een groter risico om ontvoerd te worden. Een eventuele kidnapper weet dat ze veel geld kunnen eisen. Door iemand te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen, hebben ze een makkelijk zakcentje. De premies voor dit soort verzekeringen zijn niet laag. Let op, ook hier geldt dat de kosten volledig situatieafhankelijk zijn. Er wordt geschat dat particulieren ongeveer 1500 euro per maand betalen. Bedrijfsmatig begint de premie vaak vanaf 2500 euro. Moet je nagaan wat het financiële risico is waarvoor je zo'n hoge premie wil betalen. Nummer 7. Antieke horloges. Een dure klok om de pols is misschien wel een van de meest karakteristieke eigenschappen van een goede stand van zaken. Vaak hoor je dezelfde mensen die deze dingen dragen zeggen dat het een investering is geweest. Maar is dat echt zo? Brengt een horloge over enkele jaren echt meer geld op dan je er nu vooruit zou geven? Over het algemeen niet, behalve als je een van de volgende merken koopt. In 2017 ging de Rolex Daytona van Paul Newman voor ruim 15 miljoen euro over de toonbank. Andere modellen van het merk Patek Philippe zijn in 2018 voor 4 miljoen euro over de toonbank gegaan. Deze verkoopprijzen zijn helemaal niet zo slecht, gezien het feit dat ze jaren geleden waarschijnlijk slechts rond de 10.000 euro kosten. Nummer 6. Fastlane tickets. In een wachtrij staan, dat is niemands favoriete bezigheid. Uiteraard heeft de commercie hier weer iets op bedacht, namelijk Fastlane tickets. Door aankoop van deze tickets, vaak bovenop een regulier ander toegangsbewijs, verschaf je jezelf een snellere toegang dan die wachtrij waar de rest van de passagiers in moeten staan. Bij een van de grotere attractieparken in Nederland bestaat ook zo'n dergelijk systeem. Naast de normale toegangsprijs van ruim 30 euro kun je ook nog eens 70 euro neerleggen voor zo'n Fastlane ticket.
Ook enkele vliegmaatschappijen kennen het principe. Dan heet het vaak speedy of priority boarding. Dan mag je als eerste het vliegtuig in wanneer het boarden begint. De prijs van zo'n extra ticket hangt geheel af van de vlucht en de bestemming. Maar het kan al snel zo'n 30% van je ticketprijs zijn op korte afstandsvluchten. Is dat het waard? Nummer 5. Privé-eiland. Ontsnappen aan de hectiek en alledaagse drukte op je eigen eiland. Verafgelegen in de zee. Menig mens droomt er wel eens over. Voor sommige celebrities is dit werkelijkheid geworden. Zo zijn Leonardo DiCaprio en Shakira bijvoorbeeld niet geheimzinnig over de kosten van zo'n vakantieoptrekje. Zij kochten allebei een stuk land wat meer dan 13 miljoen waard zou zijn. Maar als je echt verdrinkt in het geld en je weet niet wat je ermee aan moet, wat doe je dan? Dan zou je natuurlijk een eiland kunnen kopen, maar in plaats van dit voor jezelf te houden, kun je besluiten het land te verhuren. Een voorbeeld hiervan is Richard Branson. Hij kocht een eiland met een oppervlakte van 30 hectare. Om het te huren leg je slechts 50.000 euro per dag neer. Maar als je dan weer winst hebt gemaakt, wat moet je daar dan weer mee doen? Dat brengt ons op de nummer 4. Nummer 4. Superjacht. Als je niet bang bent om miljoenen over de balk te smijten en aanhakend op het vorige verhaal niet weet waar je je geld aan uit moet geven, zou je een jacht kunnen overwegen. Dat deed onze koning Willy immers ook. Hij kocht afgelopen jaar een jacht genaamd de Wire 55. Dit bescheiden bootje kostte slechts 2 miljoen euro en was bedoeld om te gebruiken bij zijn vakantiehuis in Griekenland. Ja, dit klinkt als een fors prijskaartje, maar voor de rijke lui is dit slechts een grap. Zo is er ook een jacht genaamd Eclipse. Dit hoogbeveiligde jacht heeft een prijskaartje van 1,5 miljard euro. Nummer 3. Ruimteticket. Herinner je je Richard Branson nog van zijn privé-eiland wat hij verhuurde aan vakantiegasten? Een van de redenen dat hij zo rijk is, zal vast het succes zijn van zijn bedrijf Virgin Galactic. Dit is een bedrijf, opgericht in 2004, dat korte bemande ruimtevaartvluchten aanbiedt aan het publiek. De plannen voor dit jaar waren dat de eerste commerciële vluchten van start zouden gaan. Of dat nog doorgaat, is nog even de vraag. Daarnaast is het ook de vraag wat voor publiek gebruik zal gaan maken van deze dienst. Een kaartje voor een vlucht zal starten vanaf 200.000 euro. Goede reis! Nummer 2. Personal coach. Dat coaching booming business is, blijkt uit het aantal hits van Google als je ernaar zoekt. Ruim 500.000. Tegenwoordig bestaat voor iedere uitdaging in het leven wel een coach. Aangezien coaching draait om personen, teams of bedrijven vooruit te helpen, kun je met de meest random concepten opkomen. Een van de bekendste coaches is de personal trainer. Een sportgerichte manier van coaching die zorgt dat je fitter kan worden. Maar helaas, zo'n dienst is niet goedkoop. De prijs verschilt per coach, sportschool en ook stad. En ook bestaan er personal coaches die je leven coachen. Zo voel je je net een Hollywoodster. Een grove indicatie voor een personal trainer is al gauw 70 à 80 euro per uur. Een paar uurtjes praten over je toekomstplannen wordt dus al snel prijzig. Plek 1. Verwarmde oprit. Een bizar en vrij vaak onnodig goed wat helemaal is weggelegd voor rijke lui is waarschijnlijk opritverwarming. Ja, je verstaat het goed. Het is precies dat je denkt dat het is. Net zoals vloerverwarming zorgt voor warme voetjes in de huiskamer, zorgt opritverwarming voor goed rollende bandjes van de Rolls-Royce van de oprit af. Dat deze absurd onnodige gadget iets is voor de rijken blijkt wel uit het kostenplaatje. 1 vierkante meter verwarmde oprit kost tussen de 70 en 125 euro. Dan denk je, dat valt wel mee. Maar bedenk dan nog maar eens dat de rijkste lui vaak niet in de kleinste huizen met korte opritjes wonen. En daarnaast heb je nog de stookkosten. Die zullen duizenden euro's per jaar zijn. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!